Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag de, even kijken, 28e. En wij hebben weer een nieuwe inloop. Ik ga even de kaartjes ophangen. En ik zal jullie de inloop even van deze week laten zien. Oké, kan je dat? Vorige week heb ik nieuw op het bord gehangen. Hebben wij een geoefend met wat hoor je vooraan. Hebben we dat werkje gedaan op het digibord. En we hebben vorige week gewerkt met meer, minder, evenveel met die gele blokjes. Ja. Nou, als je het leuk vindt, heb ik dat allemaal opgehouden met de sheets. Dat toen hebben we gedaan. En toen heb ik dit werkje moeten doen. Dus dan ga je er altijd terug. Deze week gaan wij aan de slag met letters om te kijken of er verschillen zitten tussen letters. En hier met rekenen gaan we oefenen met je kijkt naar een werkje en je probeert hetzelfde te bouwen. Het gaat vooral over bouwen. Wij gaan zo meteen gelijk dit doel oefenen. Dus ik wil vragen, pak je kaartje als je naam hoort, hang het op de goede plek. En dan mag je klaar gaan zitten voor het werk, zo dadelijk, oké? Okay? Zo, de inloop is van start. De kinderen zijn net binnengekomen, zijn lekker gaan starten bij het bloempotwerkje. En nu zijn ze hard aan het werk. Groep 2 is aan het werk met het nieuwe weekdoel. En groep 1 is aan de slag met de andere werkjes. Dus ik laat jullie dat even zien. Is even kijken. Ja, laat eens zien. Nieuwe, goed gewerkt, meiden. Hoe gaat het? Ja. Hier hebben we harde werkers. En deze is af. En hier hebben we. Is het precies op tijd? Is het gewoon gelukt? Super. En hebben jullie het samen gedaan? Oh, dat vind ik helemaal fijn. Mogen jullie een andere pakken als je dat wilt? En hier zijn we met het bloempotje van de klei. En jullie zien allemaal blije monstertjes. En hier een naaktmonstertje, toch, Jaylin? Ja. Wat gaan we doen? Alle kinderen hebben nu een kaartje. En daar staat of een cijfer op, of er staan heel veel dingen op die je moet gaan tellen. En zij mogen dan zo dadelijk in het gele vakje een setje gaan maken. En gelukkig hebben we een controleur, want anders moet ik het helemaal alleen doen. En de controleur gaat mij helpen om een setje te maken, toch? Ja, dat is niet te doen. Dat is niet te doen. Zijn we er klaar voor? Loop naar het gele vakje. Even wachten. Heb jij een setje van 3? Ga je zitten. Ja? Heb jij een setje van 3? Ga je zitten. Nou, perfect. Heel veel succes. Super setje. Maar dan mag je daar spieken. Ja. Goed zo, Siva. De 100. Ik zie 100. Wow. En ze gaan eens even kijken. Bij de kaartjes. Hè? De 20. Mag de 2 eigenlijk op een andere plek gaan kijken. Ga maar spieken. Nee, ik heb de antwoord.
was over de kleurenemotie. Oh ja, voor de kunstenaar, dat klopt, Megan. En ik laat het even zien van de kinderen, want die hebben heel goed meegedaan met de tekenles. Een blije. Nog een blije. Nog een blije. Oh nee, die van jou is. Boos. Kijk eens naar die wenkbrauwen. En jij bent er nog eentje aan het maken, Jerry. Zijn ze opnieuw en opnieuw aan het oefenen. En een boze en hele blije. En hier ook al een hele mooie opnieuw aan het oefenen. En een monster met heel veel armen. Om jou helpen. En hier nog een mooi monster met een mooie vacht en wenkbrauwen. En deze is helemaal... Wat is deze, Jill? In de war. En hier met wimpers, klopt dat, Isa? Ja, ik zie het. En deze zelfs met lippenstift, hè, Sophie? Super. Ook in de war. Leuk, Jesse. En Haley, lukt het ook na veel proberen, Haley? Super. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ja, het goed. Het is vandaag woensdag. En we gaan vandaag de verdieping in met het thema kunst. Want wij hebben het project Kunstschool Breed uitgetrokken. En dat doen we met de kunstweken. Dat ziet er ongeveer zo uit. Ik zal nog heel eventjes een linkje beneden noteren met de meerdere gegevens als je ook geïnteresseerd bent. Het is echt heel erg fijn werken met de kunstweken. Ze hebben allemaal lessen al voorbereid en ook op verschillende niveaus. Dus groep 1 krijgt weer een ander soort filmpje dan de groepen 8. En ook hebben ze al een mooie verdeling gemaakt met beroemde kunstenaars. Wij zijn gekoppeld aan Piet Mondriaan, dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. Als eerst gaan ze lekker gymmen, dan gaan we eten en drinken. Thema TV is dan het filmpje over Piet Mondriaan met de uitleg wat ze moeten gaan doen. En wie Piet Mondriaan dan eigenlijk is, een beetje achtergrondinformatie. Dan gaan we het natuurlijk zelf maken. En mochten ze klaar zijn, kunnen ze dan hun kaartje ophangen en kunnen ze zelf verder met. Kijk eens, leuk. Zwellen. Iedereen mag een potlood. Deel de potlood maar uit. Geen kassen meer. Moet je even een gele afwassen? Megan is bezig met de pasta. Ze is schoon. Oh, nou, perfecte tijd. Kijk eens daar, de andere liggen. Kijk eens even hoe leuk. En er kwamen zoveel begrippen aan bod. Horizontaal, verticaal, primaire kleuren, smal, brede vakjes. Natuurlijk het mengen of als eerste of als laatste. En hier hebben we er ook nog een aantal. En deze ligt hier, die is van een leerling die net op school is gekomen. Maar die heeft ook al gewoon zo goed meegeluisterd met de primaire kleuren. Welke stappen doe je dus? Eerst het schetsen, vervolgens dan als eerst het geel, want anders gaat het mengen. Daarna dan de kleuren blauw en de kleur rood. En als laatste dan het zwarte. Ah, ik ben er zo trots op. En ze hebben zo goed gewerkt, klassikaal. Zo, dat was de woensdag alweer. Na schooltijd heb ik nog best wel een hoop gelukkig kunnen doen.
Als eerste kwam er nog een nieuwe leerling op bezoek. Beetje aangeven wat de bedoeling is en waar ze misschien zin in heeft om te gaan doen op de eerste dag. Zodat ze iets heeft om naar uit te kijken. Ook heb ik het rooster nog eventjes opnieuw aangepast. Want de gymtijden zijn veranderd. Ze gaat beginnen ook met een rots- en watertraining, de gymleerkracht. Dus we moesten heel eventjes een beetje gaan schuiven. Het rooster was dus aangepast. Ik heb weer eventjes nieuwe onderdelen uitgeprint voor op het raam. We hebben dan kuiltjes, opgewonden, kietelen. En ook voorbeelden van werkjes. Of iets waar iemand heel erg trots op was. Die ze graag opgehangen wilde hebben. Wat hebben we nog meer gedaan? Oh ja, nieuwe boeken uitgezocht voor volgend jaar. Want we mogen met de kinderboekenweek hadden we een budget gekregen per klas. En mochten wij nieuwe boeken uitkiezen. En de schrijfster van het kleurenmonster, of de kleur van emotie, die heeft dus blijkbaar nog veel meer boeken. Eentje over ADHD, eentje over eigenschappen die je fijn of minder fijn vindt bij een ander. En ook nog eentje met over als je jezelf heel erg leeg voelt, wat je dan kunt doen. En wat voor gevoel dat eigenlijk is en hoe je daarmee om moet gaan. Dus ik kan niet wachten tot die nieuwe weer binnen zijn. Dan hebben we weer iets nieuws om voor te lezen. En boeken over sociaal-emotioneel kun je nooit genoeg hebben, vind ik persoonlijk. Dus die gaan we ook weer aanreiken voor de kinderen. Morgen is de laatste dag dat ik met de kinderen ben, want vrijdag komt de meester weer. Dus morgen eventjes de verdieping in met een aantal kinderen om weer te schrijven van de nieuwe woorden die op het raam erbij komen. En verder had ik echt al superveel af van mijn lijstje, van mijn to-do-lijstje. Ik weet natuurlijk niet of het komt door de mindfulness, maar het is gewoon zo gezellig. De kinderen doen het zo goed. En ik zit er gewoon helemaal lekker in en de ontspanning kan ik goed pakken. Ik heb ook al iedere dag de bodyscan gedaan. Van de 3 van de 5 keer ben ik wel in slaap gevallen, maar het moet vast baat hebben. Ik voel me gewoon hartstikke goed en de kinderen doen het super goed en de ouders zijn tevreden. Dus helemaal blij met de start van dit schooljaar. En wat is deze dan? Goed zo. Nou, luister mee. Hocus pocus met wat franje. Rood en geel, dat wordt ook... Oranje. Hocus pocus met een zoen. Blauw en geel, dat wordt weekend! Alweer! Vandaag was echt een hele speciale dag. De stagiaire heeft de klas helemaal alleen gedraaid. Dus ik heb heel eventjes in de ochtend ingevallen voor een collega. En daarna had ik eindelijk de tijd om de kinderen te gaan begeleiden uit de andere groep met een eigen leerlijn. Nou, ik heb 4 jaar lang eigenlijk alleen maar de kleuters gehad. Dus ik was er nog soort van een beetje zenuwachtig over ook. Het was heel erg leuk. Bezig met deelsommen. Bezig met begrijpend lezen. En het was gewoon weer iets nieuws, weer uitdagend. Dus dat was heel erg leuk. Ook ben ik vandaag nog bezig geweest met de laatste tips voor de themaplanning. Wij hebben nu voorzien van een achterkant. En moet het even meewerken. Hier op de achterkant komen dus de kinderen met nog bepaalde zorg. Of nog kinderen met een bepaalde uitdaging. Dat kunnen we dan noteren. Welke activiteit, hoe vaak in de week. En dan hopen we dat we gewoon nog doelgerichter bezig zijn met de ontwikkeling van de kinderen. En ook ben ik al even bezig geweest met het brainstormen. Want in de vrijdagmiddag ben ik uitgeroosterd. En mag ik het spelend leren meer op gang helpen bij de andere groepen. Dus ik ben al bezig brainstormen voor de groepen 3. Ik heb van hun al te horen gekregen wat ze graag willen. Of wat bepaalde eisen van hun waren. En ik ben bezig mindmappen. En dat gaan we volgende week met ze bespreken. Het was een hele leuke week. En ik zie jullie de volgende keer weer. Vergeet vooral niet even een duimpje omhoog te doen als je het een leuke video vond. En vergeet je dan alsjeblieft zeker niet te abonneren, want we hebben er bijna 80. En dan hoop ik jullie weer geïnspireerd en geënthousiasmeerd te hebben over het onderwijs. Doeg!